Nick Gillekens, 0-0, kan je daarmee leven? Aangezien het spel van hoe de wedstrijd is doorgegaan, denk ik wel. Want het stond langs beide kanten echt dicht en wij geraakten niet echt aan kansen en zij ook niet. Dus ik denk dat wij de grootste kans hebben gehad met mijn afstandsschot van Jojo. Dus jammer dat hij niet binnenvalt. Voor de rest zijn er niet echt veel kansen geweest langs beide kanten. Dus een terecht resultaat. Na de rust wou jij snel uittrappen, dat doe je dikwijls. Maar je werd daar op dat moment veel gehinderd door een speler van de thuisploeg. En dan kregen we van op de tribune de indruk dat je die een kleine klap gaf. Ja, ik kreeg hem op de borst. Hij volgde mij echt 7 of 8 seconden van de linkerkant naar de rechterkant. Ik zocht naar ruimte voor de uittrapper te doen, omdat we van voor 2-2 stonden. Dus dat is iets van onze sterke punten en we hebben daar al op gescoord op zo'n fase. Dus ik zocht naar de ruimte en hij stond op een bepaald moment heel dicht dat ik hem even aan de kant wou zetten. En hij valt dan iets te theatraal met doorrollen en naar zijn neus grijpen terwijl ik hem echt op de borst heb geraakt. Dus, De scheidsrechter kon op dat moment voor jou een rood getrokken hebben. Hè? Dat dachten we ook op de tribune. Ja, mijn scheidsrechter liet zich niet vangen, want hij had ook gezien, hij stond er heel dicht op en hij was ook al aan het twijfelen om te fluiten, omdat hij echt mij al lang aan het volgen was. En misschien heb ik daar wel een beetje geluk, maar het is nu geel en ik heb de wedstrijd kunnen volmaken, dus het is nu zo.